Ik mag me echt de gelukkigste persoon op aarde wijzen. Echt. Ik heb namelijk... Goedemorgen, het is dinsdag. Ik moest weer even nadenken. En ik was de week aan het klaar. Ik denk, wat was ik ook weer aan het doen? Dat ben ik gisteren vergeten. Oh, gezicht in beeld, hallo. Dat doe ik meestal 's avonds, maar ik was gisteren met 100.000 dingen bezig. Ik ben nu ook een beetje laat. Ik moet Sarah snel zo naar school brengen. Ik vertel zo meteen, als ik alleen in de auto zit, wel waarom ik laat ben. Zo, Sarah is op school. Ik ben onderweg. Ik ga mijn nagels doen. Eindelijk van die pleister af, want die nagel was natuurlijk echt heel laag ingescheurd. En ik wilde niet dat hij in mijn vlees zou doorscheuren. Dus die loopt nu al bijna anderhalf week volgens mij elke keer met een pleister. En daar ben ik heel graag vanaf. Maar goed, ik zou nog vertellen waarom ik vanochtend een beetje afgeleid was. Ik kreeg een appje van iemand die vlakbij ons woont. En daar is vannacht dus ook ingebroken. Daarvan weten we ook dat er 4 inbraken zijn geweest. Waarschijnlijk ook weer vanuit dezelfde groep. Die bij ons dus ook is geweest. Dus echt, nou echt, je zit je helemaal op te vreten. Maar ik was dus de hele tijd aan het appen tussendoor. Want ja, dan wil je toch weer alles weten. En net onderweg naar school zag ik ze. En we zagen overal buiten de spullen. Van haar is de rugzak gestolen. En daar zaten al haar spullen in. Maar ook make-up en zo. En dat hebben ze dus overal eruit gegooid. Dus overal onderweg naar school lag dat. Dus ik heb net ook nog een beetje meegekeken. Gewoon niet wel kleed hoor. Maar het is echt bizar. En ook mijn eigen woede komt daar ook echt wel weer van naar boven. Weet je. Waarom doen mensen dit echt? Zoek een baan. Doe iets normaals. Weet je. Het zijn diezelfde mensen. Stel ik zou daarin breken. Nou dan breekt de hel los. Maar zij vinden dat ze het recht hebben om dat dus wel bij een ander te doen. En dat maakt me gewoon nog bozer. Gewoon alleen al het feit dat je aan andermans spullen zit maakt me heel boos. Maar dit, weet je, echt. Ja, ik ben dus heel klaar mee. Ik wil zo dat ze gepakt worden, echt. Thank you.
zijn ze weer mooi, dus ik ben weer blij. Mijn auto is zo beslagen, dus ik heb even de blower flink aangezet in de hoop dat ik zo weer wat zie. Nou, het gaat gelukkig wel goed. Ik ga even naar mijn moeder, daar moet ik spullen snel brengen, maar die gooi ik alleen af en dan naar huis. En dan moet ik zo alweer de deur uit, dus... Ben weer thuis, ik ga mijn jas niet eens uitdoen, want ik moet echt bijna weer weg. Ik heb deze bij mijn moeder meegenomen, die heeft ze meegenomen, die kwam uit Duitsland. En deze, het zijn schoonmaakdoekjes, maar die ruiken zo verschrikkelijk lekker. Dit is granaatappel. En mijn moeder had deze gevonden voor mij, TikTok met cola smaak. Daar ben ik echt heel benieuwd naar. Ik heb wel cherry coke op, maar nooit helemaal cola. Kaki fruit kreeg ik van mijn moeder mee, want die had een hele grote verpakking, dat was te veel. En ik heb ze weer. Deze zijn zo lekker. Marco en Sarah die hadden ze vorige keer natuurlijk opgegeten. Van niet opgegeten, maar wel van gegeten. Toen zie, dit zijn mijn snoepjes. Ik snoep heel weinig, het minste hier in huis. Ik vond ze zo lekker. En toen dacht ik, hier zitten mijn snoepjes. Pak alle andere snoepjes. Maar goed, ik ga heel snel brood maken, want ik moet naar de oven blijven. Zo, eindelijk even een momentje voor mezelf. Ik heb weer kuppensoep gemaakt. Gewoon twee zakjes in een soepkom. En soms doe ik brood, maar ik heb die knapperballetjes. Die ik bakerbsen in het Duits. Die doe ik er nu in. Zit in een bakje, want het zakje was natuurlijk gescheurd. Nee, open gaan. Dus ik ga even lekker lunchen. En ik ga even gelijk ondertussen op mijn laptop weer van die muziek afluisteren. Ik heb echt veel weggedaan ook van die muziek. Ik heb Sarah uit school gehaald. Ik heb een trucje. Ja. Ze zitten allemaal bij elkaar. Hoe kan ik hem dan draaien? Maar goed, ik zei ik wil speelgoed van je uitzoeken. En toen zei ze, de keukentje mag weg. Groot ding. Ik vind hem hartstikke leuk voor jou altijd hoor. Maar het is echt een staande weg. En ze heeft die keuken en setjes, maar ook nog andere speeltjes erbij. Andere setjes. En dat zat er allemaal bij. Maar dus ze is het nu aan het uitzoeken. Bij de keuken. Ja, we gaan. Dat komt goed, schat. Dan gaan we daar. Maar als je het eerst sorteert wat je aan het doen was, dan kunnen we kijken wat er wat hoort. En dan moet je ook kijken in je kist, want daar liggen ook nog dingetjes van de keuken in. Ook even tegenzetten. Nee. Ja, wel, daar vind ik altijd, en dan bedoel ik echt zonder uitzondering, altijd nog spullen in. En als dat dadelijk dan uitgezocht is, dan kunnen we dat weg doen. En ze wilden wel een setje houden, want de waterkoker wilden ze geloof ik wel houden. Ja. Ja. Ik dus, wil wel een setje houden. Dus, maar dat kan dan gewoon in de kist. Dan is die grote keuken weg. We gaan voor de laatste keer schoen zetten, hè? Want... Nee, morgen ook nog. Nee, morgen niet, want de dag daarna als je wakker wordt is het pakjesavond. En je kan natuurlijk niet op die avond pakje of schoen zetten. Dus het is de laatste keer schoen zetten. Sinterklaasje, bonne, bonne, bonne. Gooi wat in mijn legerzitonnen. Gooi wat in de huizen. We zullen knabbelen als muizen. Ik mag me echt de gelukkigste persoon op aarde wijzen. Echt. Ik heb namelijk... $1 miljoen gewonnen in de loterij van de Canadese Zuid-Afrikaanse loterij van 2019. Ik moet alleen even een e-mail sturen naar Gordon Smith en Monica Clifford. Want die hebben mij opgegeven en dat zijn mijn oom en tante die ik schijnbaar heb. En die hebben mij schijnbaar opgegeven voor de Canadese Zuid-Afrikaanse loterij van 2019. Nou, ik ben binnen. Sarah en ik zijn vanmiddag zo goed bezig geweest met opruimen. En de keukentje mag van haar weg. Nou dacht ik, daar speel je af en toe nog mee. Maar ze blijft zeggen, hij moet weg. Maar nou ligt dit nog op de grond. Want we hebben de kist helemaal nagelopen. Alles wat daarvan weg kon, is eruit. En ze had ook uitgezocht of er nog spulletjes van de keuken erin zaten. En dat waren een paar dingetjes, dus die zitten er nu ook bij. Maar het zijn verschillende dus setjes en dingen die bij het keukentje horen. En losse setjes die ze gekocht, kregen of wat dan ook heeft. Dus, maar we hadden geen tijd meer. Dus ik zei, nou, laat maar liggen. Dus het ligt nou echt frappant midden in de woonkamer. Ik zei, maar dan kijken we er morgen wel naar. Dan hebben we meer tijd. En dan werken we maar omheen of zo. Ik vind het echt prima. Ik ga nu... oude liedjes afluisteren en of oude liedjes, gewoon de muziek op mijn oude laptop. En dat doe ik niet met camera, want met de camera schiet het niet op, want het is alleen maar natuurlijk dat ik dan elke keer waarschuwing krijg voor de rechten. Dus, maar ik wil echt die oude laptop leeg. Ik was weer zo druk bezig, dus ik had de tijd. Ik ga heel snel mijn bedje in. Bedankt voor het kijken en tot morgen. Doei doei!